Minister Hugo de Jonge was maandagmiddag te gast bij Energiebox in Tilburg. Hij begon in de Nieuwe Steden voor een goed gesprek over verduurzaming. Daarna bracht hij een bezoek aan een bewoner die dankzij Energiebox besparende maatregelen trof. Wat vindt de minister van het initiatief? Ja, heel erg mooi project, de Energiebox, omdat het echt mensen heel concreet helpt. Eigenlijk snijdt het mes aan drie kanten. Het helpt mensen die een te hoge energierekening hebben. Het helpt mensen die gewoon willen verduurzamen, maar niet weten hoe. Ja, en het helpt ook de mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, zoals wij dat zeggen. Die heel veel talent hebben, maar op dit moment geen baan. Ja, die helpt het weer terug in het arbeidsproces. Een van die mensen is Mehmet. Hij is ongeveer een jaar geleden begonnen. Hoe ziet een dag voor hem er eigenlijk uit? Een dag in het leven van een energiecoach betekent dat je bij huishoudens binnenstapt om te praten over besparingen en slimme tips om zuiniger om te gaan of bewust om te gaan met energie, zoals gas en elektra. De Energiebox is gesponsord door de gemeente, dus de gemeente heeft de inhoud betaald. Daar zitten allerlei spulletjes in waarmee je als huishouden een aantal stappen kunt maken zonder dat je meteen Bob de Bouwer bent. Kun je toch een aantal energiebesparende of verduurzamende maatregelen treffen in je woning. En dan moet je denken aan tochtband en een hygrometer, radiatorfolie en ook stekkerdozen, dus een verlengsnoer met aan- en uitknop. En, heeft de minister nog wat ideeën opgedaan? Nou ja, zeker. Die handige dingetjes waar je zo'n knopje om kunt zetten, dat je geen energie aan het verspillen bent terwijl alleen je stekker in stopcontact zit. Hè. Dus die tv is op standby. Dat is eigenlijk niet zo'n goed idee, maar dat gebeurt natuurlijk wel volop. Ook twee pubers in huis natuurlijk, dus die vermorsen energie bij het leven. Dus dat is een handige tip.